Etty Hillesum was een jonge Joodse vrouw die in de oorlog in Amsterdam een dagboek heeft geschreven, waarin ze getuigt van een indrukwekkende persoonlijke groei, zoekt naar geestelijke vrijheid, compassie in een tijd van haat, terreur. En terwijl zij innerlijk eigenlijk steeds meer ruimte ontdekt, wordt de wereld om haar heen steeds kleiner. Wordt ze natuurlijk uiteindelijk ook slachtoffer van de nazi-vervolging. Zonder dat zij zich slachtoffer voelt. Zij heeft het gevoel dat ze kunnen ons niets doen. Dus ze kunnen haar alles afpakken, materieel, haar vrijheid. Maar haar geest is van haar. Het is een enorm lange zoektocht geweest om het leven bij elkaar te puzzelen van een vrouw die niet ouder werd dan 29 jaar. In 1943 in Auschwitz is vermoord. Van wie eigenlijk alles in de knop gebroken was. Ze wilde heel graag schrijfster worden. We hadden alleen het dagboek. Er waren vrienden geïnterviewd van haar in de jaren 80, dat wist ik op voorhand. En op het moment dat ik eraan begon, waren al die oude vrienden die verhalen uit de eerste hand konden vertellen, eigenlijk overleden. Verder was het echt spoorzoeken, maar was ik toch onder de indruk van wat er toch nog allemaal ontdekt kon worden. Ik was van meet af aan op zoek naar andere perspectieven. Want dat dagboek is natuurlijk een geweldige bron voor een biograaf. Etty keert daarin diep naar binnen. Is heel eerlijk in haar zelfonderzoek. Maar ik dacht van meet af aan, ik ben benieuwd hoe ik naar Etty ga kijken als ik niet alleen haar eigen woorden volg, maar ook ga begrijpen in welke wereld zij zich bewoog, in welke context, familiegeschiedenis, bezette Amsterdam, maar ook hoe anderen tegen haar aankeken. Je hebt als biograaf in het begin zit je met een soort van mozaïek met allemaal witte stukjes. Dat was uiteindelijk de grootste verrassing, dat er nog zoveel wit uiteindelijk viel op te lossen en viel in te vullen. Je wilt een personage natuurlijk in de geest begrijpen. En op een gegeven moment las ik ergens in een nieuwe brief die ik had gevonden. En daarin schreef ze: ik ben met mijn wereldberoemde kamelengang de boulevard afgehobbeld. En toen dacht ik ineens, zij was weliswaar klein, maar zij was geen gracieuze verschijning. Ze was onhandig. Ze was fysiek ook heel onhandig. Ik had ook al ontdekt op haar rapporten dat ze altijd een 2 voor gym had op het gymnasium. Die cijfers gingen van 1 tot 5. Hè. Dus toen dacht ik, dus je hebt een hele lenige geest, maar een heel onhandig lichaam. En dat hielp me enorm om haar beter voor me te zien. Het schrijven van het hoofdstuk over Auschwitz was natuurlijk een ongelooflijke opgave, omdat daar feitelijk elk spoor doodloopt. Etty stapt op de trein in Westerbork. Ze gooit nog een kaartje de trein uit. Dat is haar laatste bericht. We hebben zingende dit kamp verlaten. En dan houdt het voor de biograaf eigenlijk op. Ik vond het eigenlijk laf om als biograaf daar Etty los te laten. Ik dacht, dan moet ik ook helemaal tot het einde meegaan. Terwijl ik daar natuurlijk tegelijkertijd enorm tegenop zag. Dus ik ben naar Auschwitz geweest. Ik heb dat geprobeerd te begrijpen, wat ik daar heb gezien. Dat is eigenlijk onmogelijk. En uiteindelijk heb ik een reconstructie gemaakt met 2 sporen. Je weet niet, heeft ze nog geleefd in het kamp? Is ze onmiddellijk naar de gaskamer gegaan? Maar door die getuigenissen die ik had, kreeg ik toch weer een heel ander beeld van dat Auschwitz. We hebben allemaal filmbeelden in ons hoofd van hoe keurig dat er allemaal aan toe gaan. Dan komen ze op de perron, links, rechts. Nou, iedereen kent die beelden. Maar wat ik las in die getuigenissen was veel meer chaos, veel meer angst, veel meer willekeur, enorme onwetendheid, paniek. En dat heb ik
willen beschrijven en mijn Etty in dat decor willen plaatsen, zonder de pretentie te hebben dat ik precies weet hoe zij dat ervaren heeft. Nog weet of zij die enorme geestelijke kracht die zij in de oorlog had verworven en waar ze op vertrouwde, of ze die heeft kunnen vasthouden, dat weet ik niet. Ik heb geen biografie willen schrijven waarin je een bak met feiten omkiept en de lezer daarmee een beetje aan zijn lot overlaat. Ik wilde heel duidelijk een biografie schrijven die van A tot Z de lezer meetrekt in het verhaal. In scènes, zoveel mogelijk, zonder iets te verzinnen, alles steeds netjes te verantwoorden. Maar wel zo beeldend geschreven dat R.T. Hillesum werkelijk tot leven zou komen.